voorzitter, de heer Van Beieren noemt de Bill en Melinda Gates Foundation en de Rockefeller Foundation, oftewel allemaal grote instituties die met financiering invloed zouden hebben op organisaties en indirect ook op Nederland. Waarom heeft Forum voor Democratie dan tegen het voorstel van de heer Timmermans gestemd om nader onderzoek te doen naar buitenlandse financiering die invloed op de Nederlandse politiek zou kunnen hebben? De desbetreffende motie, ik heb dat debat zelf niet gevoerd, dus die desbetreffende motie heb ik niet scherp voor ogen. Waarschijnlijk ging dat gepaard met meer inbreuken op de privacy. Zo moet je natuurlijk altijd een goede afweging maken, zeker in het geval van invloed op de Nederlandse politiek, in welke mate ook donaties van personen openbaar kunnen worden gemaakt. Wij maken bij het beoordelen van deze moties een heel duidelijk onderscheid tussen de transparantie van personen en organisaties die macht hebben, die bindende regels kunnen opleggen, en personen en organisaties die dat niet hebben en die gewoon standpunten innemen. En vermoedelijk was in de motie van de heer Timmermans dat onderscheid onvoldoende tot uitdrukking gebracht. Ja, voorzitter, dan zou je dus zeggen dat leden van het parlement en een politieke partij in Nederland met zetels in de beide kamers van de Staten-Generaal daar dan buiten vallen, want die hebben dan geen macht. Ja, voorzitter, je kunt natuurlijk hier van alles roepen over internationale financieringstromen en wat er allemaal voor duisters gebeurt. Maar als dan bij het debat in Nederland over signalen dat dat in Nederland ook gebeurt, je niet eens komt opdagen en alleen maar verdachtmakingen hier komt uiten en vervolgens niet eens voor het voorstel stond om in Nederland er onderzoek naar te doen, dan verlies je alle geloofwaardigheid. Ja, voorzitter, het is nogal ironisch dat hier de heer Paternotte begint over verdachtmakingen, want dat hele debat stond in het teken van valse beschuldigingen, verdachtmakingen, roddels, waarbij wij heel duidelijk hebben gezegd, wij komen heel graag debatteren over daadwerkelijk bestaande problemen, maar niet over geruchten en insinuaties die ergens in een roddelblaadje hebben gestaan en inmiddels ook is aangetoond dat inderdaad die valse beschuldigingen niet waar bleken te zijn. De cijfers van Forum zijn inmiddels gecontroleerd. Bleek inderdaad dat wij geen geld of wat dan ook van Rusland zouden krijgen. Dus in plaats van dat de heer Paternotte mij nu gaat beschuldigen van verdachtmakingen, zou het gepaster zijn als hij even zijn excuses aanbiedt voor de valse verdachtmakingen die de heer Paternotte heeft geuit aan het adres van Forum. Afrondend. Het is glashelder dat de heer Van Meijer helemaal niet bij dat debat aanwezig was, want ik heb geen enkele verdachtmaking geuit. Het enige wat wel heel veel mensen zeiden, was dat als je het hebt over financieringstromen en wie waar invloed op heeft, dat er dan heel duidelijke regels hier in de Kamer zijn. Dat je neefinkomsten opgeeft, dat je opgeeft wat voor geschenken boven 50 euro je krijgt. Forum voor Democratie werkt aan geen enkele vorm van die transparantie mee en geeft dus ook geen enkele verantwoording aan de kiezer in Nederland over op welke manier je geschenken of giften of neefinkomsten krijgt die invloed kunnen hebben op je werk hier. Daarmee verlies je alle geloofwaardigheid om hier complotten te uiten over internationale duistere financieringstromen. Voorzitter, Forum voor Democratie voldoet aan alle wettelijke verplichtingen voor openbaarmaking van jaarstukken, jaarrekeningen. Die worden gecontroleerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie heeft op grond van de wet financiering politieke partijen de bevoegdheid en de taak om daar toezicht op te houden. Wij zeggen altijd, wij hebben als Kamerleden de taak om de regering te controleren. Wij controleren niet elkaar. En ik heb gezien dat in dat debat iedereen over elkaar heen buitelde van, oh, kijk eens hoe transparant wij wel niet zijn en wij willen dat politieke partijen onderzocht worden. En vervolgens, oh, wij zijn nog transparanter, wij willen dat alle kandidaten op kandidatenlijsten onderzocht worden. Allemaal taken aan de geheime diensten. Wij zitten er helemaal niet op te wachten dat dit steeds verder gaat, want er wordt steeds niks gevonden. De volgende stap is dat dan ook de partners van mogelijke Kamerleden misschien dan wel geld hebben ontvangen of hun ouders. Voorzitter, er ligt geen enkele concrete aanwijzing van beïnvloeding. Dus die valse verdachtmakingen en beschuldigingen, die moeten echt een keer ophouden. Zeker nu ook nog eens is bevestigd dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat wij inderdaad op geen enkele wijze dan ook maar beïnvloed zouden worden door welke entiteit dan ook. Het is werkelijk krankzinnig dat deze beschuldigingen, dat de heer Paternotte daar gewoon maar blijft doorgaan, alleen maar om die valse schijn hoog te houden.